Ja. Nou, mijn zoon die heeft wel eens gehad op school. Daar kwam hij wel heel verdrietig thuis dat een leraar een toespeling had gemaakt over mijn dopinggebruik en midden in de klas. En daar was hem wel echt van ontdaan. Doe mijn been omhoog en ik trap zo heel zijn raam eruit. Oh. Ik ben ook heel erg, maar waarom heb ik dat nou weer gezegd? Oh, ja. Waarom heb ik dat nou weer veroorzaakt? Michael. Hoi. Bogart. Chris Hoi. Held. Wil je gelijk over je dopingverleden praten of wachten we nog eventjes? Wat jij wil. Mij maakt het niet zo heel veel uit. Als we het toch over Tour du jour. Snel. Tour du jour. Het RTL 5, RTL 7. 7. 7. RTL 7 programma. Dagelijks tourprogramma rondom Tour de France. Jij bent daar analist, expert. Wat is ja. je rol? Ja, analist. Analist eigenlijk. Vind je het leuk om te doen? Ja, heel leuk. Ja. Het is echt wel een toffe baan. Ik bedoel... Wielrennen kijken is natuurlijk vanzelfsprekend mijn hobby. En erover praten doe ik nog liever eigenlijk. Dus ja, dat is. Maar wordt nooit zat een dan? Droombaantje. Nee, eigenlijk nee, omdat er iedere dag gebeurt er wel weer wat anders. Ik bedoel, je praat over de etappen, je hebt altijd andere gasten. Dus het is. Ja, iedere dag is anders. Deze week, volgens mij was het maandag of dinsdag, Julien Alaphilippe, mm-hmm. die krijgt geel. Ja. Hij krijgt geel, dat is een voetbal tegen mij. Hij pakt geel. Hij pakt het geel. Wat ik opmerkelijk vind, is dat jullie analyseren dan zijn ontsnapping. Ja. 15 kilometer voor de finish. Het heuvelgebied moet nog komen. Mm-hmm. Nee, heb ik die net gehad. Oké. Een lastige klim waar hij op weg reed. Maar er vallen zinnen als, hij is vandaag van een andere planeet. Dit gebeurt niet meer zo vaak. Ik denk dan gelijk van, wanneer slapen jullie het wantrouwen toe? Van, is dit... Ja. Of niet? Of kun je het helemaal loslaten? Nee, dat wordt snel gezegd. Ik bedoel, dat werd bij Shani Romme in 1998 op de Spelen in Nakano werd er ook gezegd. Hij is van een andere planeet. Okay. Dat wordt snel gezegd. En dat is niet altijd wantrouwend bedoeld, zeg maar. Dus dat... Maar ja, ik bedoel... Ja, dat is ook mens eigen. Dat is sportman eigen. Uh-huh. Dat was vroeger al zo toen ik fietste. Als iemand extreem hard reed, dan... Ja, dan werd er wel eens gezegd... Oh, dat zal toch niet, weet je? Ja. En, maar ja, ik hou me daar eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Ik ben, niet, ik ben wel kritisch, omdat ik zelf ook een doping shit heb meegemaakt. Oh ja? Dus ik, wat dan? Dus ik ben niet helemaal, ik kom niet uit een ijs, zeg maar. Dus ik kijk er wel, ik kijk er altijd wel een beetje kritisch naar. En, Hoe lang duurt het gemiddeld in een interview voordat mensen over jouw dopingverleden beginnen? Ja. Het ligt eraan wat voor interview het is, maar het komt er altijd wel, je komt er altijd wel op te praten. Helpt dat om die periode af te sluiten? Of denk je van, vraag er nou even een paar jaar niet naar, want dan kan ik dat beter een plek geven? Nee, ik heb het een plek gegeven en ik vind het verder niet zo'n probleem om erover te praten. Weet je, het hoort bij mij, het hoort bij mijn leven. En, ja. Dus ik vind het niet fijn dat ik het moet meemaken, maar ik weet wel dat ik erover moet praten zo van tijd tot tijd. Anders moet ik geen interviews meer geven. Dus, ja, nee, maar dat doe je wel vaak. Ja, nee, ja, ik heb er ook geen... wat ik zeg, ik vind het niet altijd prettig, maar ik weet dat het hoort. En ja, om helemaal weg te duiken, dat is niet echt mijn stijl, denk ik. Journalist Thijs Sonneveld tweette laatst bij een ronde dat Eddy Merckx zijn naam werd gescandeerd. Mm-hmm. Terwijl hij opmerkte dat Lance Armstrong mag niet eens meer in de buurt komen van een etappe. Ja. Er wordt wel met verschillende maten gemeten, heb ik het idee. Dat wordt zeker, ja. Hoe komt dat? Ja, dat moet je niet mij vragen. Ik denk dat heel veel beleidsbepalers of mensen die daarover gaan... Die kunnen ook een sfeer creëren van... in Merckx' tijd was het allemaal niet zo erg. Omdat het een andere tijd was. Dat hoor je ook heel vaak. Ja, daar moet ik ook om lachen. Want doping is doping. Ja, of het nou in 1980, in 70 of in 2000 gebeurde. Weet je, dat blijft in principe hetzelfde. Weet je, want je doet iets wat niet mag. En het vergrijp blijft hetzelfde. Uh-huh. Maar ja, ook nu zie je dat... En dus is het belachelijk, als je het zo stelt... Is het belachelijk dat Armstrong er niet mag komen. En Merckx wel klaar. Ja, dan moet toch? Ja, in principe wel. Ik denk, hoe er nu over doping wordt gepraat, weet je. Maar aan de andere kant vind ik het ook een beetje hypocriet dat nu... nu is alles goed, weet je. Je ziet ook vanuit de media dat er heel voorzichtig, ook als er wantrouwen is. Ja. Ja, bij ik vind dat er niet heel veel kritische journalisten nu in Nederland zijn. Of dat ze nu veel minder kritisch zijn dan dat ze bijvoorbeeld op mij waren toen heel het gebeuren naar buiten kwam. Mm-hmm.
En dat stoort me dan ook wel weer een beetje. Ja. Want dan denk ik ook van ja, je kan bepaalde personen daar gelaten. Hè? Want ik bedoel, als het over Valverde gaat of over Vinokour, of dan duiken ze er wel op. Of over Astana. Maar als Vroom, of Vroom ja. ook. Maar als het als een. En ik ga niemand beschuldigen hoor. Want, maar als er een landgenoot buitengewoon hard rijdt. Ja. Wordt daar niet kritisch naar gekeken? Of worden er geen. Waarom is dat? Worden er geen. Toespelingen gemaakt. Geen toespelingen gemaakt. Ja. Waarom dat is? Ja. Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ik denk ook dat ze bang zijn om mensen te beschuldigen. Maar je ziet de journalisten toch wel eens, of niet? Je weet wie het zijn. In Nederland dan? Ja, ja, ja. Ga je nooit eens naartoe en zeggen van waarom. Of gewoon heel vriendelijk van. Nou, ik zeg dat wel eens, ja. Ik zeg dat wel eens. En wat zeggen ze dan? Omdat we weten het nooit zeker. Nee, oké. Dus dat is vrij standaard. Volgens mij rijden we ons hier vast. Maar dat is nooit. Spannend, hè? Ja. Dus dat is. Oh nee, het gaat. Leuk wijkje. Zeker. Maar dat valt me dan wel op. Maar ja, niemand wil zijn vingers branden, natuurlijk. En kijk, bij mij lag er zoveel bewijs. Of bewijs, weet je, er werd zoveel gezegd. Dat ik. Daar kon je niet meer van wegdraaien. Zeg maar is het dan echt nog bekennen? Of is het eigenlijk. Nou, voor mij was het niet meer echt bekennen, omdat het lag al zoveel op straat. Er hadden al zoveel mensen over mij gepraat. Ja, dus dat was niet meer echt. Natuurlijk, het hoge woord moest er nog wel even uit. Maar ja, dat is toch op een andere manier bekennen als dat je vanuit het niks zegt. Maar ja, die zijn er ook niet trouwens. Er zijn heel weinig ex-renners of renners die uit het niks zeggen van ik wil ook nog even wat melden. Ik heb tijdens mijn carrière doping gebruikt. Die zijn er niet. Je moet zelf aangeven als je zegt van nou luister, we hebben nu lang genoeg over gehad. Maar ja, ik kan er op een gegeven moment ook niet meer over zeggen. Weet nou, je dus. Waar ik benieuwd naar ben. Om voor jou om topsporter te kunnen blijven op het niveau wat jij ambieerde, heb je heel lang moeten liegen. Ja, maar dat voelde niet als liegen. Kijk, dan ik kon ook gewoon oprecht. Dan zou ik ook niet blij kunnen zijn met een overwinning. Weet je? En als je mij ziet winnen op tv, dan zie je dat ik oprecht blij ben. Dat is niet gespeeld. En ik heb me nooit een bedrieger gevoeld. Dat was je omdat ik denk wist niet. Dat iedereen het deed. Precies, maar naar de buitenwereld toe. Als ja, je maar die vraag werd mij bijvoorbeeld. Het is heel makkelijk liegen. Of liegen als een dubbelleven. Nee joh, ook zo niet. Voelde dat helemaal niet. Nee. Want ten eerste had ik altijd het idee dat journalisten en als je moest liegen. Dan was het eigenlijk alleen maar tegen een journalist, want mijn vrouw wist er vanaf en mijn familie. Dus, en wij maakten dat ook niet heel groot. Het was niet zo, ik heb doping, weet je. Omdat het was een gemeengoed in de sport. En ik ging er ook vanuit eigenlijk dat journalisten ook wel wisten hoe het zat. En heel veel journalisten wisten ook wel hoe het zat en die vroegen mij er ook gewoon niet naar. Ik heb misschien in die carrière kreeg ik me heel weinig de vraag van gebruik je doping? Ik heb tijdens mijn afscheidsinterview met Mart Smeets, die maakte een docu toen over mij. En daar zegt hij ook, ik moet jou die vraag stellen. En daar antwoord ik natuurlijk met nee. Maar als je die vraag zou bekijken en je zou mijn antwoord luisteren en je zou dat analyseren, dan zou je eruit kunnen opmaken dat ik doping heb gebruikt. Want ik zeg, wist ik heb hier niks gedaan. Ik heb niks gedaan waardoor ik mezelf niet in de spiegel recht kan aankijken. Oké. Okay. En eerlijk gezegd kreeg ik die vraag gewoon niet. Dus ik voelde me geen leugenaar of zo. Ja, ik wilde eigenlijk. Ik had het besproken met collega's het interview. En ze zeiden van ja, eigenlijk wil je gewoon een beetje. Je wil gewoon niet weer dat jij al die dingen opnieuw herhaalt. Wat er gebeurd is, weet je. Ja, het is, ik vind het best moeilijk om. Om daarvan weg te blijven. Ja. Want je wilt toch zeg maar iets nieuws. Ja. Nieuws ervaren. Ja. Ja. Maar ik merk toch dat voor jou gewoon dagelijkse kost is. Dat je daar opnieuw, dat je steeds weer opnieuw mee wordt geconfronteerd. Maar dat ook geen probleem voor je is. Ja. Mag ik vragen hoe jouw zoon er tegenaan kijkt? Dat mag je vragen. Ik heb het er niet met hem over van hoe kijk je daar. Nou, ik heb het wel eens gevraagd en eigenlijk begrijpt hij het ook. Wanneer was dat? Ik denk 2 jaar geleden of een half jaar geleden een keer. Hij zegt, ja, papa, iedereen deed dat toch, weet je zo. Dus dat had hij al meegekregen. De spullen jij. Nou, mijn zoon die heeft wel eens gehad op school. Daar kwam hij wel heel verdrietig thuis dat een leraar een toespeling had gemaakt. Over mijn dopinggebruik en midden in de klas. En daar was hem wel echt van ontdaan. Dat is daar, heb je met de docent gesproken?
Ja, die heb ik zeker gesproken, ja. Want dat was heel toevallig dat we moesten naar Oude Contact, heet dat. Ja, ja, ja. Ik weet niet hoe dat in Nederland heet, maar wij, ja, een 10 minuutje gesprekje met... En, zo heet het trouwens, die ja. En zijn Frans... mijn zoon die doet een hele zware school in België en zijn Frans, daar stond hij net een... Hij stond heel goed met alle vakken, maar Frans was hij zo net op de limiet. En dus wij hadden alleen een gesprekje aangevraagd met de Franse leraar en ik ging mijn ex-vrouw ophalen. Mm. En op het moment dat ik haar ophaalde kwam Mikai thuis, mijn zoon. Mm. En die was een beetje in tranen. Dus wat is er nou gebeurd? Hij zegt, ja, Franse leraar die komt binnen. En in ieder lesuur mogen ze een flesje water op de bank hebben of op de tafel. Maar behalve bij Frans, dan mag dat niet. Maar dus mijn zoon die was vergeten om dat flesje water van zijn bank te halen. Waarop die leraar zegt van, Mika, je moet dat water eraf halen of zit er soms doping in? Dus ja, toen was hij een beetje overzeik. Dus, nou, en wij moesten toevallig net... Nee, dat was ook niet goed, weet je. En, wij moesten naar dat 10 minuten gesprek. Nou, je had mijn ex-vrouw moeten zien, die ontplofte ze wat. Die is nog wat feller dan ik ben. Dus die zat al te koken in die auto. En wij moesten met die man gaan praten natuurlijk. En hoe ging dat dan? Nou, eerst hebben we gewoon alles aangehoord over onze zoon. Ja. En toen vroeg hij, hebben jullie nog vragen? Toen zei waarom mijn ex-vrouw, ja, ik heb zeker nog een vraag. En toen zei hij al gelijk, ja, ik weet waar het over gaat. En toen begon hij gelijk zijn excuus te maken. En dus dat was goed. Verder, dus toen heeft hij ook nog in de klas excuus gemaakt aan mijn zoon. Dus dat is allemaal wel opgelost. Maar dat was wel de enige keer dat... dat was wel dat mijn zoon er echt last van ondervond. En nog wel eens op het schoolplein, net met al die bekentenissen, daar werd hij er wel eens op aangesproken. En dat heeft me wel zeer gedaan. Toen was ik er wel bang voor van, als dit maar niet een eigen leven gaat leiden, maar dat... Dat is gelukkig niet gebeurd. Op dat moment niet, nee. Jawel toch? Hoe bedoel je eigen leven gaan leiden? Nou, het gaat toch nog alleen, maar het gaat nog steeds over. Dat het een heel dingetje zou gaan worden en dat hij het met zich mee zou dragen, zeg maar. Dat bedoel ik. Okay. Hoe is het verder met je? Oh, wat ik wil weten. De spullen die jij hebt gebruikt, ja. Word je daar nou ook in je hoofd euforisch van? Dat je denkt van... Nee. Dus nou, alleen maar dus, fysiek kan je het... Nou, je merkt dat ook niet heel erg, hè. Het doet nog altijd pijn, hoor. maar je merkt het vooral als je het niet doet. Het is dat je verliefd wordt op je ploeg gemaakt. Nee, als je heel hard traint... Als je heel hard traint en je wordt gelost, ja, dan als je, en je gebruikt dat niet, dan word je gelost. Ja, en als je het wel gebruikt, zie je nog net zoveel af, alleen zit je een paar groepen verder naar voren. Maar er is wel één product en dat zijn cortisone. Ja. Dat is niet helemaal verboden, dat ook in mijn tijd niet. Ja, het staat wel op de lijst, maar als je het meldt aan de dopingcontroleur dat je het hebt gehad voor een blessure, kon je het in mijn tijd gebruiken. Okay. Maar daar is een van de bijwerkingen is... een neveneffect of een bijwerking is dat je licht euforisch kan je daarvan worden. Maar dat is niet zo dat je wakker wordt en dat je zegt van als het regent dat je zegt het is toch mooi weer. Word je ook nog ploegleider in de Tour, denk je? Heel realistisch? Ik zou dat nog wel een keer leuk vinden, ja. Want dat betekent dat je wel voor een goede ploeg werkt ook. En, maar leuk vinden en inschatten is iets anders, hè? Als je echt realistisch bent. Of ik nog wel, of het realistisch is dat ik nog terugkeer in de Tour als ploegleider. Mm-hmm. Dat is realistisch. Okay. Ja. Cool. Dat lijkt me wel leuk ook. Ja. En zeker met als je in een topploeg een keer met toppers kan werken, dat is nog wel een droom van me om dat een keer te doen. Omdat ik dan echt denk dat ik ook iets toe kan voegen. En dat het ook goed voor mijn eigen ambitie is. Om hier nog een keer er vol voor te gaan. Dat je nu nog steeds dit soort dingen kunt doen en ook nog steeds bezig bent met professioneel wielrennen, heeft toch ook mee te maken dat je destijds je bek hebt gehouden en niet andere mensen erbij hebt genaaid? Terwijl je dat misschien wel dacht van, dat zou wel voor een verlichting kunnen zorgen op dat moment. Nee, dat zou voor mij nooit een verlichting hebben gegeven. Nee. Dat zou ik niet mezelf nooit... dan zou ik mezelf niet recht in de spiegel kunnen aankijken, omdat ik het altijd zelf heb gedaan. En misschien wel mensen zijn geweest die mij hebben geholpen, weet je. Die bedoelden het ook goed naar mij toe. Die hebben me nooit gedwongen en... en ook collega's, weet je, omdat ik het ook zelf heb gedaan. Nee, ik denk niet dat ik in de wielrennerij nog werkzaam ben omdat ik niemand verlinkt heb. Want ik had ook gekund als ik
als ik wel iemand had verlinkt. Maar dat is nooit 1 seconde in mij opgekomen. Dat is de belangrijkste les, denk ik. Nou, dat wel, ja. Als je gaat moet je gewoon zelf de blaam accepteren en zelf de plagen. Ja, absoluut. Ik wens je al het beste. Ja, het beste.